Hallo, 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 dames en heren, jongens en meisjes. Welkom terug bij F21 21 My Team Career Mode. Mijn naam is Gian Landsgraven en vandaag gaan we verder in Brazilië. Aflevering nummer 83 alweer, ronde nummer 15 van 16. De ene laatste wedstrijd van seizoen 5 gaat beginnen. De ene laatste wedstrijd van F21 21 My Team Career Mode gaat beginnen. Maar heb jij de vorige aflevering in Mexico gemist? Zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Max viel daar helaas uit en daardoor is de spanning om P2 in het coureurskampioenschap enorm close. Heb je die gemist, druk dan gewoon op het i'tje, dan zie je die video verschijnen. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal, abonneer dan voor meer wekelijkse F21 21 My Team Career Mode content. Schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele aflevering van mij mist. Sponsoren aan de auto's toevoegen natuurlijk, zoals altijd. En ja, dan is dit gewoon weer de auto. Alle wedstrijden tot nu toe gewonnen in My Team Career Mode. Max een aantal keer op het podium beland. Maar viel dus in die vorige wedstrijd uit. Dat was cruciaal, omdat Lewis Hamilton nu Verstappen in het spoor is genaderd voor P2 in het coureursklassement. Dus deze wedstrijd wordt cruciaal voor Max. Stel hij valt uit, dan valt hij terug naar P3 en stel hij wint hem of hij wordt tweede, dan verstedigt hij die tweede plek. En dan moet hij in Australië alleen maar op het podium zien te eindigen, dan is P2 voor Max. Maar goed, eerste kwalificatie. Die verloopt droog in de race, in het begin hevige regen, maar daarna weer droog, dus dat is goed om te zien. 54 race overwinningen geboekt dit seizoen, kunnen er in totaal 56 worden, inclusief deze. Hebben wel een penalty te pakken. Gaan we gewoon even doen. Dus we starten sowieso wat van achteraan. Ik zou zeggen, laten we doorgaan naar de kwalificatie voor de Grote Prijs van Brazilië. Daar gaan we dan voor Q1. We zijn aanbeland in het lekker bewolkte São Paulo, Interlagos. P22 op dit moment, ben er ongeveer 2 minuten op de klok. Ik ben er als allerlaatste naar buiten gegaan, want iedereen is nu naar binnen. Die gaat nu weer naar buiten voor een tweede run. Dat doen wij dus niet. Wij houden het bij één run en hebben last van helemaal niemand. Dus dat is goed om te zien. Hij zet de paars in sector 1 in. Zijn 14e harder gegaan dan Nicolas Latifi. Die rijdt een 16-5 in sector 1. Kom aan bij de laatste, bij de ene laatste bocht. Hij zit de 18e onder de tijd van Nicolas Latifi in sector 2. Wat wordt dan sector 3? DRS geopend. Hier een kortere lijn nemen na start-finish. En dat is een 1.58. De snelste tijd in Q1. Goed om te zien. Op naar Q2. Daar zijn we ook aanbeland. Wat bewolkter geworden. Maar er is geen regen voorspeld. Ik ga er nogmaals weer als enige het circuit op. De rest staat allemaal binnen. En gaat zo meteen voor een tweede run. Weet wel dat wij een grid penalty te pakken hebben vanwege het vervangen van een component. Dat is dus uit alle zekerheid dat we die doen. Komen bij de laatste paar bochten aan. Zijn 18e harder gegaan dan George Russell, maar die rijdt op P12. Ik ben nog ongeveer 3 minuten op de klok namelijk. DRS hier geopend. Kortere lijn nemen, weer na start finish. En dat is een 1.51, de snelste tijd in Q2. Dan zijn we aanbeland bij Q3. Het laatste deel van de kwalificatie loopt dus. Het is in één keer flink bewolkter geworden hier in Interlagos. Geen regen voorspeld. Kijken wat dit rondje ons gaat opleveren. Maar dat verpesten we, want we raken daar met het rechte voorwiel het gras in bocht nummer 1. Daardoor moeten wij die bocht helaas doorschieten. Krijgen een waarschuwing daarvoor. We komen zometeen aan bij het DRS gedeelte. Paars in sector 2 noteren wij. Perez naar de voorlopige pole position en wij pakken die af met een 1.51. Goed om te zien, maar het kan harder. Het kan veel harder. En dan gaan we ervoor zitten met nog ongeveer 2 minuten en 30 seconden op de klok in Q3. Zou naar P3. Waar staat Verstappen? Geen flauw idee, die is wel ver teruggezakt. En we pakken gelijk de tijd goed die we hebben verloren in bocht nummer 1 en 2. Zet daar paars in sector 1 neer, groen in sector 2. Zometeen DRS geopend.
En waar komen wij te staan? Dat is de vraag. Pakken een track limit. En dat is een 1-5-0. Dat betekent, wij starten op pole position. Met een 1-5-0. 2 tienden erachter Perez. 4 tienden erachter Guanyu Zhou. Ik ben maar nu eens, het kan zomaar zijn dat we gewoon voor pole starten. Omdat we al een component hebben vervangen in de grote prijs van Mexico. Dus ik denk gewoon dat we op pole position starten. Daar gaan we dan voor. Carrière aflevering 83. Hier in Sao Paulo. We zijn er klaar voor. Welcome along then to the place where heroes and history are made. It's where the 2008 title was decided in the final corner. And it's the place, a year later, that Jenson Button stormed through from 14th on the grid to claim his one and only Drivers' Championship. It's Interlagos, and it's time for the Brazilian Grand Prix. Interlagos, always a very special race here in Brazil. It's a 2.7 mile circuit with 9 lefts and 6 rights for a total of 15 corners. But it's a wet one today, so grip and visibility will be at a premium. And the drivers will need to be careful coming up the hill in Sector 3, the scene of many an accident over the years. It's not going to be plain sailing for our drivers today, although with the sky falling as it is, perhaps sailing isn't too far from the truth. Anthony Davidson, could be a wet one today. Great to have you with us. What are your thoughts? It is a touch damp, isn't it? Well, as a driver, there are three big things to worry about when racing in these kind of conditions. Standing water, tyre temperature and visibility. And judging distance to the cars around you is really tricky when you're driving through the vast amounts of spray that these wet weather Pirelli tyres kick up. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. The Professor lines up on pole position, edging out Sergio Perez, who lines up P2. As we continue through the rest of the grid today, we have Norris, Verstappen, Carlos Sainz, and Joe, Hamilton, Bottas, Leclerc, and Antonio Giovinazzi, Stroll, Ocon, Pierre Gasly, they'll be starting further back after an earlier grid penalty, and Armstrong, Tsunoda, Mick Schumacher, Nicholas Latifi, and Daniel Ricciardo, Lundgaard, Russell, Mazepin, and Callum Ilott. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. Okay, we've already won the championship, so relax and enjoy this race. Dan zijn we inmiddels aanbeland bij de grid. Full wet eronder gezet. Dus ja, het gaat lastig worden bij de start vanwege de tractie die er niet is. Voor onze strategie, alleen maar op de full wet. Maar dat kan nog gaan veranderen, want op het einde wordt het droger en droger. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 83 hier in Brazilië. De ene laatste ronde van My Team Career Mode is onderweg. En de vraag is, komen wij goed weg? Nee, want Perez is beter weg. Klein beetje wielspin bij de start. En Verstappen is naar P2. Maar wij hebben hier de buitenste lijn en het is weer die tweede plek veroverd. Norris naar P4 pakt Hamilton, Sainz pakt ook Hamilton. Dus Lewis Hamilton zakt verder weg. We gaan hier even verdedigen van Verstappen. En dat is gewoon P2 bij de start. In diezelfde ronde, in de openingsronde namelijk, zitten we hier te kijken bij Perez. Aan die binnenkant, jazeker dat lukt. Goed gedaan en de leiding weer heroverd in de eerste ronde van de wedstrijd. Nu hopelijk proberen weg te rijden van de Mexicaan. Maar we rijden op full wet, dus dat wordt niet zo makkelijk. Het gat is 16e. Wij noteren de snelste raceronde met een 1.24.880. Zit er een klein beetje door. En Perez kan weer de aansluiting vinden met ons. Die kan de aansluiting vinden. Maar kan hier niet aanvallen, want wij houden de auto hier mooi breed. Jazeker, en zetten paars in sector 1 neer. Zijn 4 seconden harder gegaan. Einde ronde nummer 2, zometeen begin ronde nummer 3. En wij noteren dat snelste raceronde, maar Perez pakt het af met een 1.19.3. En wij schieten hier een klein beetje door. We pesten hier de apex. En dan zit daar Perez aan die binnenkant. We knijpen hem af.
heel close. Maar het is gelukkig weer de leiding in handen. En zette Groen in sector 1 neer. Persoonlijke verbetering. Dus dat is goed om te zien. Max nog altijd op P3. We zitten in ronde nummer 8 van de wedstrijd. Als wij weer de snelste raceronde in handen hebben. Met een 1.18.6. Het is geel in sector 1. Want er rijdt iemand langzaam. En dat is Max Verstappen. Die alweer gaat uitvallen in een grote prijs. De laatste tijd gaat het slecht met mijn teamgenoot. Max is uitgevallen. En dat betekent dat die tweede plek wel in het putje kan voor het wereldkampioenschap. Het is ook geel vanwege een Williams die daar is gespind. Safety car op de baan. De safety car op het circuit geroepen vanwege een Verstappen. En daar een Williams die daar even stilstaat, maar die rijdt gelukkig weer. Het is volgens mij Callum Ilott. Maar eerst een herhaling van Verstappen. Rijdt op P3 hier. En hier is het dan al gedaan bij de Senna bochten. De Senna S's. Worden ze ook wel genoemd. 0 punten voor mijn teamgenoot. Extra pijnlijk. Extra pijnlijk. En dit gebeurt er met Callum Ilott. Die rijdt op de laatste plek volgens mij. Oh, en die is hem kwijt in de bocht. Geeft gewoon extra gas. En dan krijg je dit. Niet slim van Callum Ilott. Niet slim. Safety car dus op de baan. En ik twijfelde hier om naar binnen te duiken. Heb het toch gewoon gedaan. En gaan naar de intermediates. Maar het was lang twijfel wat ik wou doen. En in ronde nummer 10 gaan we de full wets dumpen. Heel veel jongens duiken mee naar binnen, zie ik. Bijna iedereen duikt naar binnen voor de intermediates. 2,4 is de pitstop en komen terug op P6. Gelukkig is de safety car op de baan, dus dit heeft ons niet zoveel seconden gekost. En we rijden gewoon weer in de top 10. En we kunnen zometeen naar Callum Ilott toe rijden. En Stroll knap naar P7. Dat wordt zometeen een P2. Dus Aston Martin heeft een hele mooie uitgangspositie voor hun allereerste podium in seizoen 5. Safety car weer naar binnen en we zijn aanbeland bij de auto van Callum Ilott. Volgens mij leidt Guang Yu Zhao de wedstrijd. En hier gaat iedereen naar binnen. Iedereen duikt naar binnen en dat heeft mij een beetje afgeleid. Maar we rijden gelukkig weer aan de leiding. Stroll naar P2, dat gat is 14e. Wordt wat groter, maar we galopperen ons hier een klein beetje, missen die apex. En Stroll zit aan die binnenkant te kijken en heeft de leiding veroverd. Stroll aan die binnenkant, Hamilton aan die buitenkant. Twee Mercedes'en vallen mij aan, maar wij remmen als laatste van de drie en het is weer de leiding heroverd. Stroll naar P2, Hamilton naar P3. We zitten in ronde nummer 16 van de wedstrijd. Als het daar geel is in sector 1... Dat is Antonio Giovinazzi die hier gaat uitvallen, net als in de vorige keer. In Mexico was het ook al raak, dit keer is het ook raak. Giovinazzi, stilgestaan in bocht nummer 2 volgens mij. Die heeft hem daar geparkeerd. Stroll nog altijd op P2 met nog 20 rondes te gaan. Nieuwe strategie is beschikbaar om naar de intermediates te duiken. Misschien is het zometeen wel tijd voor de softbanden, wie weet. We komen Giovinazzi zometeen ook even tegen, want die auto moet daar worden weggehaald. En Stroll houdt Lewis Hamilton op. Het gat is 5,3 seconden naar Lewis, 4,5 naar Lance Stroll, 4,6, 4,7. Dus dat wordt alsmaar groter en groter, dus dit is goed om te zien. Stroll, hou dit vol jongen, dan ben je goud waard. Sowieso. Zometeen komen wij Giovinazzi tegen die daar stilstaat aan de linkerkant in bocht nummer 1/2. Gele vlag, dan mag hier dus niet worden ingehaald. Giovinazzi heeft hem daar mooi langs de kant geparkeerd. Herhaling van de Italiaanse coureur die hier uitviel. Zat in de slipstream bij een Alpine, maar dan vergeeft de motor het helaas.
Spijtig voor Giovinazzi, spijtig voor Aston Martin. Maar ze hebben Stroll nog die op een podiumpositie rijdt. We zitten in ronde nummer 17 van de wedstrijd. Als het tijd is voor de droogweerbanden, de regen is weg aan het gaan. Krijgen de auto mooi op tijd afgeremd. En ik vind dat we naar de droogweerbanden kunnen. En heel veel jongens met mij denken daar hetzelfde over. Stroll naar binnen, Hamilton naar binnen, Gasly naar binnen, Norris naar binnen. Heel veel jongens duiken naar binnen. Ik denk dat iedereen naar binnen duikt. 2,3 is de pitstop en komen we weer terug naar P1. Ja, iedereen duikt naar binnen voor de droogweerbanden. Stroll op P2, Hamilton gewoon nog steeds op P3, Gasly 4, Norris 5. Moeten wel voorzichtig aan gaan doen, want het wegdek is nog wel glad vanwege het water wat erop ligt. En we zitten op de helft, nog 18 rondes te gaan in de wedstrijd. Dus het schiet al aardig op. We zitten in ronde nummer 23 alweer. Als wij paars in sector 1 en 2 noteren, dat verbetering van de snelste raceronde komt eraan. Jazeker, en het is een 1.10.6. We zijn 8,9 seconden sneller gegaan, dus dat is goed om te zien. Maar heel veel jongens pakken het af. Norris met een 1.10.4 is 2 tienden harder gegaan. We zitten in ronde nummer 28 van de wedstrijd. Als wij groen in sector 1 noteren, rood in sector 2. En ik duik naar binnen voor mijn laatste pitstop van de dag. Krijg de auto heel mooi afgeremd. 19,1 seconden is dat gat doordat ik in het laatste deel flink heb lopen pushen en op het allerlaatste moment heb afgeremd voor de pitlane. Dus een aantal tiendes hebben wij daarmee gewonnen op Perez. 2,3 is de pitstop en Perez duikt trouwens ook mee naar binnen. Hetzelfde geldt voor Tsunoda. Jazeker. En Leclerc duikt mee naar binnen. Ricciardo duikt mee naar binnen. En we zitten in ronde nummer 29. Stroll op P2. Kan misschien dat podium pakken voor Aston Martin. Maar heeft Hamilton en Norris in zijn nek hijgen. Dus dat wordt nog close. We zitten in de laatste ronde van de wedstrijd. Wij gaan hier de grote prijs winnen in Brazilië. Pakken dat snelste racerondepunt. Stroll naar het podium voor Aston Martin. Hamilton op de derde plek. Het wordt nog spannend voor die tweede plek in het coureursklassement tussen Max en Hamilton. Maar wij winnen hier dus alweer een wedstrijd en gaan het opmaken voor de laatste video in Australië. That's a spectacular victory then, and with it the championship is secure. It's been a magnificent season and they thoroughly deserve the cheers of the crowd here today. Talk to me, Ant. What was it that set them apart from the competition today? Without a doubt, the safety car changed everything today. The key to their success was keeping calm and reacting to the situation quickly. We've seen teams in the past throw away wins because they were too hesitant, but here they were decisive and that's allowed them to take the advantage. A show-stopping performance from the three drivers approaching the podium right now. It's been an interesting Grand Prix, that's for sure. Nou, hierbij dan dus de uitslag van de wedstrijd. Wij winnen dus de grote prijs van Brazilië. Pakken ook de snelste racepunt. Lance Stroll naar het podium voor Aston Martin. Voor het eerst sinds de openingswedstrijd van seizoen 1 dat hij op het podium eindigt. Hamilton naar P3, Norris 4, Gasly 5, Sainz 6, Perez 7, Tsunoda 8, Ocon 9, Charles Leclerc op P10. En twee uitvallers, Giovinazzi en Verstappen. Dat betekent Max verliest een plek aan Norris. Dat wordt alleen maar closer en closer voor P3 in het klassement. Want Hamilton kan hij niet meer inhalen. Moet ook opletten voor Gasly, Leclerc en Perez. Dus Max krijgt het nog zwaar in de laatste ronde van de wedstrijd. Om misschien nog P3 te kunnen veroveren. AlphaTauri pakt Red Bull. En Aston Martin pakt Alpine. Alfa Romeo klimt verder naar voren. Dus ja, het wordt nog close. Vooral
tussen Max en die andere concurrenten. Max moet dit gewoon niet meer meemaken in de laatste ronde. Hebben helaas mijn rivaal niet verslagen, wat ik niet begrijp, maar ik weet niet wie mijn rivaal is. Helaas, Max en ik beide wat schade gereden, Max meer dan mij. In totaal $264,7 miljoen op de bank gezet. Dat is goed, dat is heel goed, maar we kunnen er niks mee, want faciliteiten upgraden lukt gewoon niet. Die zijn allemaal hartstikke vol. Dus ja, het is wat het is, helaas. Maar ik weet wel, dit soort dingen met Max moeten gewoon niet meer gebeuren. Ook niet in F1 22. Maar goed, ik ga deze video afronden, mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt van deze video. Heb jij genoten, beloon dan zeker met een like. Heb jij niet genoten, dislike de video dan. En vertel me ook waarom je het niet leuk vond. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2021 My Team Career Mode content. Schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat jij altijd op de hoogte bent wanneer ik een nieuwe video upload. Reageer wat er verbeterd kan worden op deze video. Volg me ook even op de sociale media. @GianAnSchaven op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was Gian, mensen. Tot de volgende keer bij F1 2021 My Team Career Mode. Ik ga verder voor de laatste video in Australië. Tot ziens.